In deze video wordt de behandeling met immuunglobuline besproken die in het subcutane weefsel, dat zich onder de huid bevindt, worden toegediend met behulp van het enzym hyaluronidase. Deze methode wordt gefaciliteerd subcutaan genoemd. De video is bedoeld als training of naslagwerk vooral bij het zelf thuis toedienen van immuunglobuline. De eerste twee behandelingen zullen altijd in het ziekenhuis plaatsvinden in het afweercentrum van de afdeling Klinische Immunologie van het Erasmus MC. Vanaf de derde behandeling gebeurt dit thuis onder begeleiding van een verpleegkundige van een gespecialiseerde thuiszorgorganisatie. De patiënt wordt getraind om deze behandeling uiteindelijk zelfstandig thuis te kunnen uitvoeren. Voordat de behandeling begint, worden alle benodigdheden door de verpleegkundige klaargelegd op een schone en overzichtelijke plaats. Gefaciliteerd subcutaan wordt geleverd als een dubbelflacon bestaande uit een grote flacon met immuunglobuline en een kleine flacon met het enzym hyaluronidase. De immuunglobuline worden op kamertemperatuur toegediend. Dit kan namelijk de kans op bijwerkingen op de infusieplaats, zoals roodheid, pijn of zwelling, verkleinen. Drink voldoende voor en tijdens de toediening om ervoor te zorgen dat u gehydrateerd bent. Ter voorbereiding van de behandeling worden door de verpleegkundige wat algemene vragen gesteld en eenvoudige metingen verricht zoals polslag, bloeddruk en temperatuur. Deze gegevens worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier. Daarna legt de verpleegkundige alle stappen van de behandeling uit en toont daarbij de benodigde attributen om de patiënt daarmee vertrouwd te maken. Vervolgens wordt gekeken naar de beste plaats voor de infusie. Subcutane infusie van immuonglobuline betekent dat het geneesmiddel via een infuus in de onderhuid wordt toegediend. Via de behandeloptie gefaciliteerd subcutaan wordt eerst het enzym hyaluronidase toegediend in het onderhuidse weefsel. Dit enzym zorgt ervoor dat het hyaluronzuur, een gelachtige stof in de onderhuid, sneller wordt afgebroken dan normaal. Hierdoor ontstaat er in het onderhuidse weefsel tijdelijk meer ruimte voor een groot volume aan immuunglobuline. Binnen 48 uur is dit afgebroken hyaluronzuur weer aangemaakt. Bij de keuze van de infusieplaats is het belangrijk om gebieden waar zich veel botten bevinden, zoals de borstkas en het gebied rond de hub, te vermijden. Dat geldt ook voor plaatsen met zichtbare bloedvaten, littekens of strijen. Die nooit gefaciliteerd subcutaan toe in of rond een geïnfecteerd, rood of gezwollen gedeelte van de huid, omdat dit kan leiden tot verspreiding van de infectie. De beste keuze is een plaats op uw lichaam waar u makkelijk bij kunt en waar u tenminste 2,5 cm huid kunt vastpakken tussen duim en wijsvinger. De meest geschikte gebieden hiervoor zijn de buik en de dijen. Als u meerdere infusieplaatsen tegelijk gebruikt, kies dan plaatsen aan weerszijden van het lichaam. Wissel voor opeenvolgende toedieningen de infusieplaatsen aan weerszijden van het lichaam af. Als uw voorkeursplaats de buik is, vermijd dan een gebied van minimaal 5 centimeter rond de navel. Daar bevinden zich veel zenuwen wat het tot een uiterst gevoelig gebied maakt. Allereerst was de verpleegkundige de handen en treft alle voorbereidingen voor de infusie. De injectieflakons worden gecontroleerd op helderheid en houdbaarheid. De lotnummers van de immuunglobuline worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier... De volledige flacon hyaluronidase wordt opgetrokken in een spuit en de naaldeset gevuld met het enzym. Houd de naald droog om de kans op irritaties van de huid zo klein mogelijk te houden. Wanneer er meerdere flacons met immuunglobuline zijn voorgeschreven, dan wordt alle hyaluronidase nodig voor de gehele dosis immuunglobuline opgetrokken in dezelfde spuit. De injectieflacon met immuunglobuline hangt klaar aan de infuuspaal en het infuussysteem wordt gevuld met immuunglobuline. De infusieplaats wordt ontsmet. De naald wordt ingebracht onder een hoek van 90 graden en vastgeplakt. Voor het injecteren van de hyaluronidase wordt gecontroleerd of de naald goed is geplaatst door de stamper van de spuit voorzichtig terug te trekken. Als er bloed terugvloeit, moet de naald worden verwijderd en een nieuwe geplaatst. Vervolgens wordt de hyaluronidase rustig toegediend met de hand op een snelheid van ongeveer 1 tot 2 ml per minuut en zo mogelijk, afhankelijk van de verdraagbaarheid, sneller. Het infuussysteem wordt aangesloten op de naaldenset. De infuuspomp wordt ingesteld en zo snel mogelijk, in elk geval binnen 10 minuten, wordt gestart met de toediening van immuunglobuline. Nu kunt u wat ontspannen. Tussendoor informeert de verpleegkundige hoe het met u gaat. Als de infusie is voltooid, geeft de pomp een signaal. De infuuspomp wordt uitgezet, de naald wordt verwijderd uit de buik en in de naaldencontainer gedaan. Tot slot worden de gegevens van de behandeling zoals datum, duur-, infusiesnelheid, dosis en eventuele bijwerkingen in het elektronisch patiëntendossier vastgelegd. In een thuissituatie is de behandeling vrijwel identiek aan die in het ziekenhuis. De dubbele injectieflakons met immuunglobuline en hyaluronidase worden gekoeld bewaard. U dient deze tijdig uit de koelkast te halen om de producten op kamertemperatuur te laten komen. Dit kan namelijk de kans op bijwerkingen verkleinen. Voordat u met de behandeling begint, is het belangrijk alle benodigdheden klaar te leggen op een schone en overzichtelijke plaats. Wanneer u thuis de behandeling doet, zal er in het begin een verpleegkundige van een specialistische thuiszorgorganisatie aanwezig zijn om u eventueel te assisteren. Uiteindelijk kan de behandeling geheel zelfstandig worden uitgevoerd. Drink voldoende voor en tijdens de toediening om ervoor te zorgen dat u gehydrateerd bent. Was grondig uw handen. Controleer de houdbaarheidsdatum van het product en of de vloeistof helder is. Plak het lotnummer in het patiëntendagboek. Open de benodigdheden volgens de instructies. Open de flacon Hyaluronidase en desinfecteer deze. Steek de spike in de flacon en vul de spuit met de voorgeschreven hoeveelheid. Trek alle Hyaluronidase nodig voor de totale dosis Immunglobuline op in dezelfde spuit. Bevestig de naaldenset op de spuit. Vul de naaldenset met hyaluronidase. Zorg ervoor dat de naald droog blijft om de kans op irritaties van de huid zo klein mogelijk te houden. Ontsmet dan de huid op de infusieplaats. Verwijder de naald beschermd op en pak tenminste 2,5 cm huid stevig tussen duim en wijsvinger. Steek dan de naald onder een hoek van 90 graden in de huid. Plak de naald vast op de huid. Controleer of de naald goed is geplaatst door de stamper van de spuit voorzichtig terug te trekken. Als er bloed terugvloeit in het systeem, dan is er een bloedvaatje geraakt. Verwijder dan het naaltje, vervang deze en herhaal de vorige stap. Dien dan met de hand rustig de hyaluronidase toe op een snelheid van ongeveer 1 tot 2 ml per minuut en afhankelijk van de verdraagbaarheid sneller. Hang de injectieflacon met immuunglobuline aan de infuuspaal en vul het infuussysteem met immuunglobuline. Sluit het infusiesysteem aan op de naaldenset en start zo snel mogelijk, in elk geval binnen 10 minuten, de toediening van immuunglobuline. Houd de infusiesnelheid in de gaten en controleer regelmatig of er tekenen van lekkage zijn totdat de infusie is voltooid. U kunt nu redelijk vrij en ontspannen bewegen. De behandeling duurt ongeveer 1 tot 2 uur afhankelijk van de hoeveelheid immuunglobuline. Zoals bij alle behandelingen kunnen er ook bij deze behandeling bijwerkingen optreden. Sommige bijwerkingen zijn lokaal, op en rondom de infusieplaats, en andere zijn meer algemeen. Tijdens en na de infusie van gefaciliteerd subcutaan ontstaat er een zwelling die afhankelijk is van de hoeveelheid infusievloeistof. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken. Op de infusieplaats kunnen zich ook lokale reacties voordoen, zoals pijn, ongemakkelijk gevoel, roodheid en jeuk. Deze reacties zijn meestal licht van aard en zijn doorgaans binnen 1 tot 2 dagen weer verdwenen. Licht ongemak op de infusieplaats kan worden verlicht door zachte massage of door er warme of koude compressen op te leggen. Bij pijn op de infusieplaats kan het zijn dat uw naald te lang of juist te kort is of dat uw naald niet op de juiste wijze is gefixeerd. Dit geldt ook voor lekkage van immuunglobuline langs de naald. In dit geval is het ook mogelijk dat u de infusiesnelheid of het infusievolume per infusieplaats moet aanpassen. Meld deze klachten altijd bij uw arts of verpleegkundige. Algemene bijwerkingen zijn niet beperkt tot de infusieplaats, maar kunnen in het gehele lichaam optreden. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn en vermoeidheid. U moet onmiddellijk contact opnemen met uw arts als u ernstige bijwerkingen heeft. Wanneer de infusie is voltooid, geeft de pomp een signaal. Noteer tot slot de volgende gegevens in het patiëntendagboek: de datum en duur van de infusie, de lotnummers van gebruikte flacons met geneesmiddel, de dosis in gram. De infusieplaatsen en dosis per infusieplaats, de maximale infusiesnelheid per uur en eventuele wijzigingen in de snelheid en reacties die optreden tijdens de infusie en tekenen van roodheid, pijn of zwelling op de infusieplaats. In geval van twijfel of vragen kunt u altijd contact opnemen met de verpleegkundige of uw arts.